Welkom terug bij het derde gedeelte van RTL Rally Report. En deel 3 staat altijd bij ons in het teken van veel rallygeweld. We beginnen in België, het Belgisch rallykampioenschap. Dat is al jaren een one-man show van Pieter Tjoen. En wat mogen wij als Nederlandse sport dan trots zijn dat wij met een vol veld, met 4 echte kanshebbers voor de titel, de sport op dit moment zo aan het promoten zijn. In België smachten ze naar tegenstand voor Mr. Pieter Tjoen. De afgelopen jaren razendsnel met een Toyota Corolla. Tegenwoordig doet hij het met een ex-fabrieks Ford Focus World Rally Car. Een bom van een auto. Opening van de Rally de Wallonie vindt plaats op de Citadel in Namen, de publieksproef. En wij maken kennis met Pieter Tjoen. Vaste kijkers kennen hem van de Toyota Corolla. Dit is zijn nieuwe speeltje. Eigenlijk een veel te snelle auto voor de Belgische rallysport. Op tijd dat Tjoen daar een beetje Europa mee in gaat trekken. Misschien wat in Nederland gaat doen of in het WK. Ford Focus van het team van Malcolm Wilson, een oude fabrieksauto. Oud, met alle respect. Is de meest recente WRC die er in de Benelux rondrijdt. En Tjoen had een moeilijke start in de Ardennen Blue Rally met deze auto. Moest hem ontdekken. Een Toyota is geen Ford. En een Ford WK-auto heeft zo zijn eigen spelregels. Wat rijdt er nog meer rond in België wat kan volgen? Larry Coles, hier met de groep A Mitsubishi. Snel tijdens de openingswedstrijden. Nu moet hij achtervolgen en kan het tempo niet volgen. En is in gevecht met onder andere de geweldige Porsche links van Tim van Parijs. De auto waarmee Eddy van der Hoorn vorig jaar reed in Barneveld. En wellicht ook later dit jaar weer met die auto gaat verschijnen. Dit is Hubert de Ferme met een Subaru Impreza uit 99. Vijfde algemeen, 2 minuten en 24 seconden. Het is duidelijk dat deze wedstrijd een makkelijke prooi gaat worden voor Pieter Tjoen. Weinig problemen, dat heeft de rest wel. Zoals Xavier Busch met de Skoda Octavia. En deze Tim van Parijs, die op de publieksproef een rondje te weinig rijdt en daardoor een goede positie verloren ziet gaan. Mooie auto, net zoals de Skoda Octavia van Xavier Busch. Een auto die dit seizoen in Nederland bestuurd gaat worden door Ger Haverkaat en volgende week debuteert tijdens de Recon Sales Sprint in Hardenberg. Rechts in beeld ziet u de auto. Busch heeft wat problemen, wordt derde. Coles wordt tweede met de Mitsubishi. Maar de winst in de Rally de Wallonie gaat naar een nieuwe recordhouder daar. Zijn naam is Pieter Tjoen. Mooie one-man show van Pieter Tjoen daar op de Citadel in Namen. Tjoen wint weer. Binnenkort is hij bij ons te gast hier in RTL Rally Report. En blikken we terug op de afgelopen jaren. En proberen we ook vooruit te kijken naar misschien een nieuwe deelname in Nederland. Tjoen versus de 4 Nederlandse kampioenschapsmannen. Aangevuld met Erik Wevers. Zou geweldig zijn. Nu snel door naar Engeland. Het Brits Gravel Kampioenschap volledig onverhard. Allemaal eendags evenementen, veelvuldig aan de start staan de World Rally Cars. Met een aantal rijders die absoluut geen niveau hebben om het in het buitenland te maken. Maar in hun eigen Brits Gravel Kampioenschap een hoofdrol spelen. Een van die mannen is Steve Parrish. Left into turn, hairpin right, slippy. De Whedon Rally is de openingswedstrijd van de BTRDA Rally Series. En we zijn aan boord bij Steve Parrish, die bijna dezelfde auto heeft als Pieter Tjoen. In Namen was het asfalt. Deze wedstrijd en deze serie speelt zich af op gravel. Parrish weet dat in de openingsfase grote concurrent Doreen Rees met de Skoda Octavia WRC met technische problemen aan de kant moet. En dat brengt een gevecht met deze man, John Ingram. We hebben ongeveer 2 uur onboardmateriaal van deze man liggen. Die rijdt echt op de limiet. Een beetje McRae of Van Eldik van vroeger. Veel foutjes, veel te wild, maar het brengt hem voorlopig wel op plek nummer 2 in de wedstrijd. Sterker nog, als de wedstrijd zijn slot krijgt, gaat Ingram naar de leiding toe rijden. Het gevecht met Parrish gaat om seconden. Niemand van het veld van 80 deelnemers komt er verder aan te pas. Ingram, we zitten te wachten op een crash. Maar hij komt er niet. Ingram gaat het gevecht winnen met 3 seconden voorsprong op Steve Parrish. Standaard groep 1 klasse wordt gewonnen door Roger Chilman. Hij wordt 6e algemeen. Steve Parrish nu 2e in het kampioenschap van deze geweldige Engelse gravel serie. Waar zoals gezegd de rijders internationaal zoek gereden zouden worden. Maar om hier te kijken en om hier te leren, het zou misschien goed zijn voor diverse Nederlandse teams. Niet zozeer om hier in de kijker te rijden, maar gewoon ervaring opdoen met het rijden op gravel. Ingram wint, Parrish wordt 2e. Right hand opens. De afgelopen week heeft u veel Nederlands kampioenschap bij ons gezien en terecht. Goede wedstrijden,
zeer competitief materiaal en een aantal rijders die het voorin buitengewoon aantrekkelijk maken om het te volgen. Het is jammer dat wij als Nederlandse rallysport er maar zo weinig mee doen richting het buitenland. Met andere woorden, onze talentvolle Nederlandse rallyrijders komen eigenlijk maar heel weinig in actie in het buitenland.